Goedemiddag, deze middag. Het is vandaag dinsdag. Het is aan het einde van de dag alweer. En ik ben aangekomen, of tenminste, ik zit nog in de auto, maar ik kijk waar ik naartoe moet nu. Bij onze aankoopmakelaar op kantoor. Want wij gaan, en wij bedoel ik, Richard en ik, gaan zo meteen de koopakte tekenen voor het nieuwe huis. Super tof, het wordt steeds echter, dit hele proces. Ik ben vanuit kantoor gekomen, ik ben wat eerder weggegaan van kantoor. Zodat wij hier om 5 uur deze afspraak konden doen. Richard, die komt dus zelf vanuit huis. Het was nog even de vraag of we samen konden gaan. Maar gezien het gewoon zo druk is op de weg, moest ik rechtstreeks vanuit het kantoor komen. En wacht ik nu dus even op hem, want ik ben iets vroeg. Maar we gaan dus tekenen. Eindelijk, dat is eigenlijk niet correct. Eindelijk, want het gaat best wel snel allemaal. Maar super enthousiast dat we deze stap nu gaan nemen. En ja, dus ik moet heel even wachten op Richard. Maar dan gaan we lekker zo naar binnen. En dan gaan we tekenen. Want moeten we ook overal dus paraat zijn? Ja, je moet elke bladzijde paraat zetten. Op de laatste van de akte een handtekening. En jullie moeten ook tekenen voor de ontvangstbevestiging. Oké. Zit er tussenin. Ik roep wel even als je hem tegenkomt. Zullen we gewoon doen om en om? Ik zet hem naar jou door. Ja, hoor. Ik check hem ook nog eventjes. Dat alle handtekeningen er staan. De pen moet er even doen. Andere kant. Als jij hem op volgorde houdt. Ja. wil je daar een beetje omdraaien voor je of is niet? Ja, dat is de volgende. Dit is de volgende. Ja. Zijn er nummertjes op? Oké, dan. Oh, kijk, die is van nu. Pagina 3. Dan zet ik hem op de bovenste pagina voor je. En jullie overleggen hierover. Meestal gaat dit gewoon echt fout. Ja, maar wij overleggen eigenlijk heel veel. Zij praat veel, heel graag, dus dan. Jij zegt ja. Nou ja, ik zou hier nooit over nadenken. En dan. Nee, dan laten we even moeten uitzoeken. Maar jullie vullen elkaar aan, dat is het gewoon. Ja. Ja. Dat was een hele handtekening. Ja, een hele handtekening. Dit is toch het echte werkje dat dan, hè? Dat is het echte, ja. Verstaat? Even kijken, dit ben ik. Ja, wil jij zijn naam tekenen? Plaats, dat is hier Nieuwegein. Wat staat hem? 22, 11. Nog steeds nieuw geheim. Spiekt hier nou bij mij welke datum het is? Nee, dat hoeft niet eens. Ik onthoud het ook nooit. Mag ik ook nog één fotootje zo samen dat we. Ja. Moeten we hier ook. Oh, dat is de ontvangstbevestiging. Even lachen. Tja. Kijk. Top! Hebben we getekend? Ja, dat is de ontvangstbevestiging. Ja. Zo, goeiedag deze dag. Het is al het einde van woensdag. Ik ga ondertussen even hier, dus ik heb heel gek licht voor me, even een vlog in de upload gooien. Maar vandaag was wel weer een leuk moment wat betreft ons nieuwe huis. Want vandaag was de bouwkundige keuring. Ik had gelukkig iets kunnen regelen dat ik erbij kon zijn, dat ik erbij aanwezig kon zijn. Richard die kan eigenlijk sowieso altijd tussendoor van zijn werk weg. Ik natuurlijk eigenlijk niet. Verkeerde ding. Dat doe ik altijd. Dan wil ik caps lock doen en dan doe ik tap. Wacht. Ik kan niet. Ja. Wat wou ik zeggen? Het is nu best wel rustig op mijn werk.
Dus gisteren hadden we al een mailtje gekregen van, hè, heb je nog genoeg verlof over dan, en je wil graag verlof, dan kan je altijd heel eventjes nou ja, aan de bel trekken of er iets te regelen is. En daar dacht ik dus gisteravond aan, omdat ik opeens bedacht, oh wacht even, ik wil echt, want gisteravond dus bij de aankoopmakelaar hoorden we dat de bouwkundige keuring dus, dat het eigenlijk handig en leuk zou zijn voor onszelf als we daarbij zouden zijn. Dus toen dachten we van, ja joh, ik wil gewoon heel graag mee. Plus, Richard die kon dus wel. En ik was daar gewoon echt heel erg jaloers op. Ik raakte best wel chagrijnig, omdat ik gewoon heel graag mee wilde. En ik gewoon echt jaloers was dat hij wel naar het huis kon. Dat hij nog een keer bij het huis kon kijken. En ik niet. En ik was er echt oprecht jaloers over. Dus toen dacht ik, ja, ik wil gewoon proberen te regelen of ik er ook bij kan zijn. Nou ja, dat is gelukt. Het is heel gek. Ik ben wel vanmorgen naar kantoor gegaan. Om 8:30 was ik er. Of iets eerder was ik er. Maar ik ben om 9:30 gewoon gaan werken. Om 10:30 ging ik weer weg van kantoor. Want om 11:30 hadden we die afspraak. En, maar ik had vanmiddag had ik ook mijn eerste QM-sessie, zoals ze dat noemen. Ik heb 5 telefoongesprekken van mezelf heb ik opgestuurd gekregen. En dan moest ik aan de hand van een paar punten moest ik die beoordelen. En de senior die deed dat dan ook. En dan kwam daar een bepaalde score uit. Nou moeten we gewoon streven naar een score van 100%. Maar ze willen dat je een minimum hebt van 80%. Nou goed, dit is onze eerste QM-sessie, of mijn eerste QM-sessie. We zijn natuurlijk pas net begonnen. Ik zat nu op 62%. Wat eigenlijk voor de eerste keer prima is. Er zijn een paar punten uitgekomen waar ik nou ja, best wel makkelijk aan kan werken. Maar waar ik me gewoon echt bewust van moet worden. En verder was het gewoon nou ja, een goed gesprek. Maar dat had ik dus vanmiddag. En daarvoor checkte ik alleen thuis in op de laptop, op werklaptop. En meer niet. Dus voor de rest heb ik verlof opgenomen vandaag. De keuring was heel gek, was heel leuk. We hebben dus de vrouw ontmoet die daar nu woont. Zij woont daar met haar man en 2 kinderen. En de vrouw was dus aanwezig samen met de verkopende makelaar, onze aankoopmakelaar en dus de persoon die de bouwkundige keuring heeft gedaan. Dus het was een heel huis vol. Die vrouw die zei ook, wat een gekke gewaarwording dit, alweer zoveel mensen in mijn huis. Maar we zijn gewoon echt helemaal van boven naar onder heel langs huis langs gegaan. Er zijn een paar kleine puntjes waar die meneer iets op te melden had. Bijvoorbeeld dat er is een dakkapel. En daar op de dakkapel ligt wel iets wat water. Maar dat was niet iets waar we nu per se iets mee moeten. De dakkapel was van welk jaar is? 2008? Ik heb geen idee meer. Ik weet het ook niet meer, maar... Ansich heeft er dus verteld, nou, hè, zoveel jaar is in principe zo'n dak goed, hè, dat je daarna vervangen moet worden. Dus het is niet iets waar we nu wat mee moeten, maar wat wel in de toekomst op het to-do-lijstje staat. Nou, hij kan in de muren van de badkamer kan hij het vocht meten. Dat was op een paar plekken wat te hoog. Maar goed, nou willen wij toch sowieso een nieuwe badkamer daar plaatsen. Dus dan wordt dat probleem ook opgelost. En verder gewoon heeft hij in de kruipruimtes gekeken. Hij heeft echt overal gekeken, langs gegaan, dat soort dingen. En dus een paar hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ook een kozijn van de schuur buiten. Die moet wel vervangen worden. Daar wat schilderwerk. Maar dat zijn dus eigenlijk gewoon kleine dingetjes. Wat, nou ja, wat gedaan moet worden, maar wat niet crazy is. Dus... In dat opzicht zeggen ze ook allemaal, jullie hebben echt een heel goed huis gekocht. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus dat is ook weer check. Dat rapport, dat krijgen we waarschijnlijk morgen in de mail. En dan kunnen we daar mooi naar kijken als we denken van, oh ja, hè, we moeten ergens wat mee gaan doen. Nou, wat staat er ook weer? Dan pakken we het rapport erbij en dan weten we wat we ook weer moeten vervangen. Dus dat is echt super fijn dat we daar dus ook voor geslaagd zijn. Volgens mij zei die eigenaresse van nu, zeg maar, die zei dat als het goed is morgen de taxatie plaatsvindt. Ze gaf ook aan, wij hebben vorige maand of de maand daarvoor ook laten taxeren. Ze zegt, ik vind het zo gek dat jullie dat nu er weer moeten doen. Maar ja, dat is gewoon een eis die nodig is voor de financiering van het huis. Dus ja, het is een beetje knudden inderdaad. Maar ja, het kan, het is niet anders.
Maar dat, daar zijn we dus ook wel heel erg benieuwd naar wat daar uitkomt. En het balletje blijft rollen en het rolt de goede kant op, dus dat is super nice. Ik heb Palira opgehaald vanmiddag. Dat kon dus eindelijk weer een keer zoals bij mijn moeder. Ja, ze heeft gewoon een hele goede dag gehad. En ook gewoon net terugrijden net en met eten naar bed brengen, net lekker douchen. Ze zit gewoon echt weer heerlijk in haar vel en lekker in de hum. Dus dat is super leuk om te merken. En ja, gaat goed. Het gaat gewoon lekker op zijn gangetje, zeg maar. Nu ga ik even snel deze vlog nog online gooien. Want ik moet zo meteen natuurlijk trainen. Want het is woensdag. Dus ik moet alweer bijna de deur uit. Dus vandaar dat ik dit even snel afmaak. Dan staat de vlog voor mij nu voor komende vrijdag weer klaar. En dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Zo, even snel. Want het is alweer donderdagavond. En weer zo'n dag dat ik naar bed wil gaan en denk, oh, ik heb de vlog nog niet geëindigd. En dat wil ik dus wel eigenlijk doen, want dat voelt beter dan dat ik op vrijdagochtend zeg, oh, ik ben het vergeten. Dus bij deze. Vandaag was gewoon een hele doodnormale werkdag voor het eerst. Ik zei aan het begin van deze week van, nou, volgens mij wordt dit een hele normale werkweek. Voor het eerst dat ik echt, want ik heb afgelopen weken echt constant wel een week gehad waarin er net iets anders liep op een dag waardoor ik niet een volledig normale werkweek heb gehad. Deze week dacht ik, nou hè, ik heb gewoon geen gekke dingen deze week, dus het wordt een normale week. Nou ja, dat bleek dus ook weer niet zo te zijn, omdat we dus de koopcontract gingen tekenen en de bouwkundige keuring hadden waar ik plotseling bij wilde en kon zijn. Dus ik heb alsnog een rare gebroken week gehad. Vandaag wel een normale werkdag. Ik heb gewoon braaf tot 5 uur gewerkt. Vervolgens reed ik naar huis. Nou, op donderdag is het altijd super druk op de weg. Al viel het mee. Het was gewoon een normale extra drukte die er altijd is. Maar ik doe er altijd best wel heel erg lang over op donderdag. Dus ik was er eigenlijk al best wel heel erg klaar mee. Het moment dat ik parkeerde, belde Richard me echt de seconde dat ik achteruit aan het rijden was om in te parkeren. Belde hij me, oh, ik ben antibiotica vergeten bij de gasthouder. Kan jij die ophalen of dat jij hierheen komt dat ik nog heen en weer ga om die te halen? Toen dacht ik, nee, ik was er zo klaar mee. Ik denk, moet ik nu ook nog, terwijl ik eindelijk ben geparkeerd en er ben, moet ik weer helemaal terugrijden naar de gasthouder. Ik had er zo geen zin in. Maar goed, ik zei, ja joh, weet je, ik zit nu toch in de auto. Ik rij wel even heen weer. Bla bla bla. Het moment dat ik de telefoon ophang, wordt er op mijn raampje geklopt. Staat er een jonge dame voor mijn deur. Die zegt, ja, ik sta hier achter. Maar ik heb schijnbaar mijn accu leeg laten lopen. Zou je me willen helpen met opstarten? Dus toen dacht ik, oh, nog meer. Maar de behulpzame persoon die ik ben, dacht, oké, ik kom wel. Maar goed, toen wist ik al helemaal niet meer wat ik nou doe met het ophalen van de antibiotica. Want we hadden wel de gasthouder al een berichtje gestuurd. Ja, kan het nog? Ben je thuis? Maar ja, vervolgens dacht ik, ja, als ik nu deze dame ook ga helpen, ben ik nog veel langer bezig. Dan wordt het wel heel erg laat. Want het was al, nee, hoe laat was het? Het was net na 6 geloof ik. Toen dacht ik, ja, dan ben ik helemaal nog veel later. Hoe moet ik dit gaan doen? Dus ik weer Richard een berichtje sturen of bellen, weet ik veel wat ik deed. Ja, ik ga nu even deze dame toch ook helpen. Kijk jij me even wat je wilt doen. Maar ondertussen was de gasthouder wel weer aan het antwoorden. Oh ja hoor, het kan wel. Hè? Normaal gesproken moet ze de dochter naar sport brengen. Maar dat was er niet. Dus kom maar, we eten toch al laat. We zijn gewoon thuis. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik zo meteen ooit een keer klaar ben met deze dame met die auto, dan nog weer naar de gasthouder. Het is niet super ver weg, maar het is wel een klein stukje. Toen dacht ik, ja, daar heb ik toch geen zin mee. Ik dacht, weet je wat, we slaan voor één keertje wel s'avonds even die antibiotica over. Ze krijgt het 3 keer per dag normaal gesproken. Nou, dan doet ze het vandaag maar even op 2 keer per dag. En weet je wat het is? Ze krijgt het nu al ruim een week, hè, de antibiotica. Dus het is niet alsof we net begonnen zijn en het echt heel belangrijk is. Ik denk, volgens mij kan ze prima 1 keertje missen. Want ik vind dat ze het 2 weken lang moet krijgen. Vind ik al heel erg lang. Dus ik heb besloten, weet je wat,
we laten het vanavond. Want ondertussen was het ook een leraar de bedtijd al. Dus ik denk, ja, dan ga ik heen en weer rijden. Gaan we haar ophouden, 's avonds, om haar dan nu de antibiotica nog te geven. Nou, dat vond ik een beetje onzinnig. Dus ik ga het nu gewoon morgenochtend ophalen. Want morgenochtend hebben we weer gymles. Dan kom ik iets in die buurt. Tenminste, ik rijd iets die kant op. Dus dan kan ik wel omrijden. Plus dan heb ik gewoon tijd. Nou heb ik een tijd afgesproken met de gasthouder dat ik het kom ophalen. Ergens wel te vroeg dat ik niet meteen door kan naar de gymles. Maar ik zoek wel even een plekje met de leraar op om even naartoe te gaan. En zo weet ik veel. Ik had er geen zin meer in vanavond. Ik was bloedzagrijnig, want uiteindelijk met die auto lukte het ook niet. Want die dame die zegt, ja nee, ik weet helemaal wat ik moet doen. Nou ja, ze deed het ook echt, oh kom maar, ik kijk wel even in je auto. En ze deed alles open, nou dan doe ik zo en zo en zo. Echt super tof, gewoon zo'n dame die weet wat ze moet doen. Maar ze deed het wel aan de hand van de telefoon en die zei wat ze moest doen. Maar ik had ook wel het inderdaad gevoel dat ze het wel eens eerder had gedaan. Het dus ergens wel wist en wel echt wel wat er vanaf wist. Alleen het probleem was dat bij mijn auto, je hebt een plus en een min, daar heb je mee te maken. Maar eentje was heel slecht bereikbaar. Dat is gewoon dat ze dachten van ja, maar waar moeten we nu die knip dan zeg maar aan bevestigen, want we komen er niet bij en mag het dan wel daar, maar dan was het meer op het rubber en toen dacht ze, ja, wat moeten we nou doen? En toen zag ze nog iemand rijden, dus ging ze echt heel snel naar die auto toe rennen om te vragen of die meneer kon helpen. Nou, die kwam ook aanrijden met zijn auto en die deed zijn klep open, tenminste, hij niet, zij deed zijn klep open, want hij kon het niet vinden. En dus zij zegt, oh mag ik even kijken? Oh, plop in één keer zo die klep open. Vrouwen to the power, behalve ik hoor, want ik heb er ook een balafstand niet van, maar zij wel. En hij had vrij makkelijke plus en min zichtbaar waar zo plop die dingen op konden. Dus toen dacht ik, joe jongens, zoek jullie het lekker samen uit, een tabé. Dus toen ben ik weer gegaan, maar ik was er helemaal klaar mee. Ik had honger. Toen ik thuis kwam, was Richard net een lira yoghurt aan te geven. Die was bijna klaar voor bed. Maar dat was even wat een gehannes om haar bed te krijgen, want ze was niet helemaal blij meer. Maar ze is lekker gaan slapen. En nu wil ik ook gaan slapen, want ik ben er klaar mee. Het is een lang genoeg dag geweest. Ik ga deze vlog weer afsluiten. Dank je wel weer voor het kijken. En ik zie jullie heel graag weer met de volgende. Doeg!